Als president van het land maak ik mij ernstig zorgen. Er is iets goed fout met ons. En ik wil op deze historische bijeenkomst mijn hart hierover luchten. Er is iets historisch fout met ons. Er gebeurt op het ogenblik iets met ons. En we zouden er serieus, heel serieus over moeten nadenken. Want we denken dat je een moment die door of hoe draai, hoe par aan hoe draai aan boter die zie. Wanneer ik vandaag aan de dag in de kranten lees, dat niet alleen maar minderjarige kinderen, maar kleuters worden misbruikt, dan is er iets serieus mis met ons op geestelijk niveau. Wanneer we in de kranten lezen dat graven worden opengemaakt en mensen zich vergrijpen aan lijken, dan is er iets serieus met dit land aan de hand. Wanneer meer als voldoende bekend is dat wetsdienaren bewust uitrukken om mensen te liquideren, dan is er iets serieus aan de hand. Wanneer onverlaten vandaag aan de dag niet schromen, de een na de ander, de DNA-voorzitter naar de rechter te brengen, de president naar de rechter te brengen, de assembleeleden naar de rechter te brengen. Kortom, wij zitten na onder die zin. Maar omdat we niet bijzien om de lukken zo doen. We hebben vertakken aan de geestelijke leiders. Maar we hebben vertakken ook toe naar de beleidsmakers. Omdat hij, en omdat hij, at die na einde. Ik wens u hiermee een slapeloze nacht toe. Dank u wel. Dank u wel. Het is de leider van de revolutie, de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiree Delano Bouterse.